Goedemorgen allemaal, welkom bij deze Bitcoin-update van vrijdag 28 december. Zoals we gisteren in onze video hebben besproken, zagen we eigenlijk alweer een eerdere drop aankomen. Gisterochtend in mijn video had ik eigenlijk dit patroon getekend, wat ook een bearish patroon is. Maar eigenlijk later op de dag zag ik een ander inzicht en dat is dat zich een pennant vormde. Dit bekeek ik op de 30 minuten chart, want dan zie je dat die bars eigenlijk precies mooi sloten en dan kan je hem vanaf daar tellen, waardoor je dus de vorm van een pennant krijgt. Een pennant is eigenlijk een continuation patroon, maar gisteren voelde ik wel mixed scenario's, want natuurlijk bleef het volume laag en de dump zat eraan te komen, alleen ja, ik weet hoe het gaat met manipulaties, weet je, en het voelde voor mij heel erg dubbel. En zoals gisteren ook besproken in mijn video, zeiden we dat ik hier 1 bounce heb, 1 bounce, 2 bounce, 2 bounce, 3 bounce. En toen zei ik al van, ja, ik denk dat we maar tot de helft gaan halen van rond de 37,80 en daarna naar beneden zouden gaan. Ja, eigenlijk is dit precies gebeurd zoals verteld in de video en wisten jullie dus ook wat jullie een beetje konden verwachten. Zoals je ziet, wanneer we de pennant uitvallen, volgt gelijk een keiharde drop. Als we hem inzoomen op een wat lager timeframe, zul je ook zien dat de drop gewoon binnen 10 minuten gedaan was. Wat mij op dit moment wel zorgen baart, is dat we eigenlijk geen keiharde bounce terug hebben gekregen. Gisteravond maakte ik nog even een pennant en daaruit volgde wel een kleine bounce upwaarts. Alleen, je ziet gelijk, zoals ik hier ook heb getekend, dat we een nieuwe resistance vormen rond de 36,17. En dat wellicht een support area zal zijn rond de 35,70. 35,75. Dus vandaag wordt het ook weer zo'n dag van, ja, gaan we weer verder vallen naar beneden of gaan we toch een kleine upwaartse breakout krijgen. Tuurlijk was 3600 een cruciaal level, alleen wat ik nu zie is niets goeds. De bulls die pakken hun moment helemaal niet. Het volume blijft gewoon echt laag, zoals we hier al zien. Als je kijkt hoe de rode candles zich vormen in vergelijking met de groene candles. Vooral als we even kijken op de 15 minute chart. Ja, dan zie je toch gewoon duidelijk dat het volume laag blijft. We hadden hier wel een mooie bounce rond de 35,75 weer naar boven toe. Alleen eigenlijk stopte het precies weer bij de 3617. Dus wat wij vandaag gaan doen, oftewel wat ik vandaag denk, is dat wij verder kunnen vallen naar het eerder genoemde level, de 34,30, 34,40. Dit is overigens de laatste level die wij moeten houden, anders kunnen wij de dubbel bodem gaan opzoeken of misschien wel een nieuwe low, dus onder de 3K. En dat betekent dat wij niet knallend het nieuwe jaar ingaan. Als we hem ook even uitzoomen op de 1 hour, dan doe ik even een Elliott Wave patroon erbij en dan zie ik hier 1, 2, en dan hebben we hier 3. Ja, 4 kan dus een upwaartse breakout zijn. Een korte even tegen de resist aan van de 1 of even eronder. Maar hij zal niet verder gaan, denk ik, dan de 36,38. Waarom zeg ik dat? Omdat dit hier een support area was. En dat is nu natuurlijk dus een resistance area geworden. Dus, hoe zou die zich kunnen uitspelen? We zouden wellicht nog even kunnen uitbreken naar de 36,35 en daarna verder kunnen vallen naar de 34,40 als we het Elliott Wave patroon moeten geloven. Op dit moment zijn er dus veel mixed scenario's. Dit kan ook wel weg, want dit heeft zich al uitgespeeld. Dit was inderdaad een kritisch punt, dat heb ik gisteren ook in mijn chart of in mijn Telegram channel gedeeld. Mochten we daar upwaarts uitbreken, dan konden we een verdere pump verwachten. Maar we waren daar helemaal niet aangekomen. Ik denk eigenlijk dat dit patroon zich opnieuw gaat uitspelen. Alleen dan op een wat korter en kleiner timeframe. Dus dat we eigenlijk vanaf hier ook weer snel een drop zal volgen.
Dit gedeelte duurde 2 dagen. Wellicht kunnen we het vandaag al zien in een dag of anderhalve dag. Natuurlijk heb ik geen glazen bol, weet ik ook niet hoe het zich uitbrengt, zoals ik al zei. En natuurlijk is dit ook geen financieel advies, want dat mag ik jullie niet geven. Ik deel alleen mijn visie. Vandaag gaan we dus het patroon in de gaten houden dat we misschien wellicht een kleine vier kunnen vormen, of helemaal niet. En dat we nu een paar keer sideways gaan en dan weer die 1, 2, 3 en dan hier weer een halve en dan hier naar beneden. Dus het zou kunnen zijn dat dit vanavond weer gebeurt, dat we naar beneden vallen. Ik ga dit vandaag goed in de gaten houden, dus mocht je up-to-date willen blijven, join onze Telegram groep. We hebben naast een chat hebben we nu ook gewoon de announcement. Mocht je dus niet actief willen zijn in de chat, dan kan je alsnog mijn charts volgen, omdat ik ze deel wanneer ik deze heb gemaakt. Mocht je verdere vragen hebben aan mij, stel ze gerust aan, maar laat ze achter in de comments. Join onze Telegram groep channel. Kan je ze ook daar aan ons stellen. Als je deze video ook leuk vindt, vergeet vooral geen duimpjes omhoog te geven. En als je ook het leuk vindt om het nieuws elke dag bij te houden, van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12, vergeet dan ook niet op de abonneerknop te drukken, want zo blijf jij in je YouTube-channel up-to-date. In het weekend maak ik geen video's, maar ik deel wel gewoon mijn charts in de Telegram-groep. Dit doe ik puur omdat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het leuk om Bitcoin in de gaten te houden. Het is echt mijn passie ook om te volgen wat hij doet. En hoe het zich natuurlijk uitspeelt. Want ook in het weekend zitten wij niet stil, aangezien het een 24/7 markt is. Dan wens ik jullie alvast een fijne vrijdag en ook alvast een heel fijn weekend, mocht ik je pas maandag weer zien.